500.000 kinderen op de been om de Sint in te halen. Voor mij! Echt waar? Hebben we er allemaal zin in? Ja! Ik wil er maar mee beginnen dan. Meteen maar eens mee beginnen. Ja! Ja. Geen pepernootje aan de lucht. Lief, hè? Sorry. Hé, hey, hallo, dat nieuwtje. Het begint leuk te worden. Lievertje! Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok. Kampen verwacht Sinterklaas. Stoomboot ligt stil op zee en veel pieten zonder veer aan boord. Hartelijk welkom in Kampen op deze prachtige zaterdagmorgen. Het is de leukste dag van het jaar. De dag dat Sinterklaas met al zijn pieten gaat aankomen in Nederland. Daar gaan we tenminste wel vanuit. Hier achter me, op het plein, daar is al een podium klaargezet. Daar zal hij uiteindelijk aan het eind van de intocht op terechtkomen, Sinterklaas. Het stroomt daar al vol met kinderen. Overal klinken Sinterklaasliedjes. Kampen is in ieder geval klaar voor de intocht van Sinterklaas. De dakpannen liggen allemaal recht. De ballen zijn uit de goten gehaald. En het schijnt dat zelfs de vogels hun nestjes uit de schoorstenen hebben gehaald, zodat die pakjes lekker makkelijk zo de schoenen in kunnen glijden vanavond. Op de kade, dat is waar de boot natuurlijk gaat aanleggen straks, daar staat een muziekkorps en daar staat de burgemeester klaar om Sinterklaas welkom te heten. En ook onze verslaggever Jeroen. Kijken. Ja, daar heb je hem. Hi. Ja, ik sta hier met de burgemeester van Kampen. Ik vroeg net aan de burgemeester of we nou al een stoomboot aan zagen komen. Zag u hem nou? Nee, ik zie wel boten, maar dat zijn zeilboten. Ja. En de oude koggen, maar dus nog geen stoomboten. Geen spoor van Sinterklaas. Wat we hier wel zien is inderdaad het koggenschip met het koggenkoor aan boord die uit volle borst Sinterklaasliedjes zingen. We hebben hier natuurlijk ongeveer 10 miljoen kinderen die hier ook allemaal Sinterklaasliedjes aan het zingen zijn. De sfeer zit erin, ik zei het net ook al. Maar nog geen stoomboot. Wat wel heel erg goed is natuurlijk, dat is dat het koggenschip wat hier tot vanochtend nog lag, waarvan we dachten, oh jee, als die maar op tijd vertrekken, die liggen nu midden in de rivier. Die hebben dus al die tijd plek vrijgehouden voor de stoomboot van Sinterklaas, zodat die hier in ieder geval zometeen kan afmeren. Want we willen natuurlijk niet dat hier een ander schip gaat komen. En dat gaat ook niet gebeuren. Het is een kwestie van, laten we zeggen, seconden, misschien minuten. Maar die stoomboot die gaat nu nog echt hier zometeen aanleggen, Diebertje. Ja, nou, we hebben nog wel een klein probleempje. Want de stoomboot ligt namelijk stil op zee. Gisteravond heeft een Piet zonder veer water op de kolen gegooid. Het vuur is uit en de kolen zijn op. Misschien kunnen we nog even kijken naar die beelden van gisteravond. Oh, vol gas! Meer kolen! Meer vuur! Kom op, die machine kan veel sneller! Meer, erop! Alle kolen zijn nu op het vuur. Mooi! Prima, Branda! Op naar Hollanda! Brand! Brand! Wat doe je nou? Weet je precies? Waarom liggen we nou ineens stil? Geen idee, Sinterklaas. Ja. En stillig lag de boot dus. Hè. Gisteravond gebeurde dat een Piet zonder veer heeft het gedaan. En nou is het probleem dat hij niet de enige Piet zonder veer is. Maar de stoomboot zit vol met Pieten zonder veer. Je zou denken, wat maakt het uit? Een Piet is een Piet. Maar zo zit het niet helemaal. Die Pieten zonder veer die zijn eigenlijk nog niet helemaal af. Ze moeten nog de Pietenschool afmaken. En ze kunnen nog niet zoveel. Ze kunnen niet inpakken, ze kunnen niet strooien. Ze kunnen nog niet echt goed dak klimmen en zorgen voor problemen. Zoals deze Piet zonder veer die dus water op de kolen heeft gegooid en de boot ligt stil. Kolen zijn op. En volgens mij hebben de mensen op de kade ook nog niks in de gaten. En de burgemeester en Jeroen al helemaal niet. Die staan daar vrolijk te wachten en te babbelen. Ja. Van die beste... Hallo, Diebertje. Het is hier ongelooflijk vrolijke boel op de kade. Ja, die kinderen zingen. Is die altijd zo vrolijk, meneer de burgemeester? Ja hoor, achter wat te vieren is, dan wil iedereen er graag bij zijn in Kampen. Behalve dan op zondag, neem ik aan. Hoe is het nou? Eigenlijk, deze dag kan eigenlijk niet meer stuk in zo met de zon, de kinderen. Er kan niks meer gebeuren. Nee hoor, ik hoop dat we het goed in de hand hebben. Moet je kijken wat de sfeer. Iedereen is blij. Prachtig. Ja, het kan gewoon niet mooier hier op de kade, Diebertje. Het is gewoon geweldig. Ja, ja, zie je wel. Ja, zie je. Ze hebben echt geen idee dat er problemen zijn met de stoomboot.
Ja, misschien moeten we het maar zo laten, want is de oplossing er al? Heeft Sinterklaas ontdekt wat er aan de hand is en heeft hij het probleem verholpen? Dat zou zomaar kunnen, dat die boot gewoon al onderweg is naar Kampen. Kunnen we beelden krijgen, jongens, van de stoomboot? Is dat mogelijk? Ja? Oké. Okay. Ja, kijk. Hij ligt er mooi bij, maar ai, het ziet er niet naar uit dat hij beweegt, hè? Volgens mij ligt hij volkomen stil. Ik heb niet de indruk dat de boot aan het varen is. Nee, hoor. Toch wel een heel lastig probleem hebben we nu. Niet zo'n beetje ook, zeg. Misschien kunnen we de boot duwen, Sinterklaas. Duwen? Ja, duwen. Dan springen alle pieten in het water. En dan duwen ze gewoon de boot, zwemmend. Denk jij dat dat helpt? Ja, natuurlijk. Dat gaat heel goed. Hela! Hola, kom eens hier. Luister eens goed naar mij. Jullie springen nu onmiddellijk in het water en jullie duwen de boot. Goed. Maar we kunnen helemaal niet zwemmen. Maar volgend jaar mogen we op voor zwemdiploma A. Pieten zonder veer. Ik had het kunnen weten. Ze kunnen niet eens zwemmen, Sinterklaas. Ga maar. Ja, die pieten zonder veer, problemen, problemen. Ik ben bang dat ik Jeroen toch gewoon moet inlichten. Misschien heeft de burgemeester een oplossing. Jeroen? Hallo, Jeroen. Ja, het is heel vervelend, ik zal het maar zeggen. Jullie weten dat niet, maar de stoomboot ligt stil op zee. Kolen zijn op, ja, het vuur is uitgegaan. Doet er niet toe, dat komt pieten zonder veer. Ellende, ellende. Maar de boot ligt stil, de kolen zijn op. En misschien weet de burgemeester een oplossing. Ja, ik ga kijken of ik het durf te zeggen. Meneer de burgemeester, ik hoor net van Diewertje dat er een klein probleempje is. De boot ligt stil op zee, want de kolen zijn op. Wist u dat eigenlijk? Nee, natuurlijk wist u dat niet. Wat moeten we nou doen? Ik had dat eigenlijk wel verwacht, hoor, dat het mis zou lopen. U had dat verwacht. En u staat hier gewoon rustig, vrolijk te zingen met de kinderen en u maakt zich nergens druk om. Ja, helpt dat als je ergens druk om maakt? Nou, je moet wat? Die boot komt toch niet zomaar dan... Wat? Ja, je moet je niet druk maken, dan moet je zorgen voor een oplossing. Ja, dat zou ik. Maar wat moeten we doen? Die oplossing, die heb ik wel. Kijk eens hier. Dat is een toeter. De burgemeester heeft een toeter. En dan toetert u de stoomboot van de Noordzee hier naar Kampen de IJssel op? Nou, zo sterk kan ik ook weer niet toeteren. Maar ik kan die kogger die u hier ziet liggen, ja, die kan ik wel naar de stoomboot toe toeteren. Ja, met alle respect, het is een kolenschuit. We kunnen toch niet de Sinterklaas hier in een schuit met kolen ontvangen? De kinderen willen geen schuit met kolen, willen een stoomboot met cadeautjes. Ja, maar u zegt het zelf, het is een kolenschuit. Dat zeg ik, ja. En wat hebben ze nodig op de stoomboot? Nou, dat wou ik nou net suggereren. Dat de boot loopt op kolen natuurlijk, de stoomboot. Ja, en wat zit er aan boord van de kogger? Als we die daar nu naartoe sturen, dan kan die kolen gaan brengen. Briljant, dus u doet het ze gewoon nu naar het schip. Zullen we dat doen? Ja, laten we dat doen. En daar gaan ze op weg naar de stoomboot. Het is een geniale oplossing. Het probleem is opgelost, jongens. We kunnen nu met een gerust hart... Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas in. Zie hem al staan. Hoe hoepelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de winkels al heen en al weer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe. O lieve Sint-Nicolaas, kom toch eens bij mij. Ja, geweldig. Geweldig. Dan gaat hij in volle vaart de kamper koggen richting stoomboot. Wat meesterlijk van die burgemeester. Ja, dat heb je als je het Sinterklaasjournaal volgt. En dat doet hij. Dan weet je gewoon al lang wat er aan de hand is. En hij had al nagedacht over een oplossing. De kamper koggen dus met kolen op weg naar de stoomboot. Het is nu gewoon een kwestie van tijd. Het is even afwachten. En dan is de stoomboot hier in Kampen. Kunnen we eventjes kijken of zij al die kamper koggen aanzien komen, jongens? Kijk, ah! Ja, zie je. Belle staat al op de uitkijk en de andere pieten ook. Ik ben benieuwd of ze al wat kunnen zien, hoor. Kijken. Hey, daar. Een schip. Sinterklaas, hoofdpiet. Een schip aan de horizon. Schip aan de horizon. Schip aan de horizon. Zwaai een beetje onderbroek. Zwaai een beetje hem. Oh nee, het is alweer weg. Weg, weg, weg.
Nou ja, pech. Het komt natuurlijk uiteindelijk allemaal goed. Dit was hem nog even niet, maar die kamper Kogge is onderweg. En ze moeten hem elk moment kunnen gaan zien. We kijken nog eventjes op de kade, hoe het daar is. Of ze daar wel vrolijk aan het zingen zijn. En staat, ja, een feestelijke stemming daar op de kade, gelukkig. Kijk even mee. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Stoute kinderen bij. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal in. Het lijkt Americo wel. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want Sinterklaas is er nog niet. En dan kan Americo er natuurlijk ook nog niet zijn. Hij lijkt er wel heel erg op. Het is een mooi paard, zeg. Wat gaat er nou gebeuren? Oh, kijk. Kijk, ik begrijp het al. Het is gewoon een politiepaard. Ja, dat had ik kunnen weten. Een politiepaard, dat lijkt op Americo. Ook zo'n prachtig wit paard. Kijk, daar gaat de politie. Een pet op zonder veer. Dat dan wel weer, maar goed. Hij gaat waarschijnlijk eventjes controleren, hè, de route van de optocht. Wat een mooi gezicht. Ik ben benieuwd hoe het is op die Kamper Kogge. Misschien kunnen we eventjes terug zo naar de Kamper Kogge kijken of ze daar al wat zien komen. Kijk, daar ligt de boot. Het zou toch nu niet zo lang meer moeten duren, hè? En al die pieten op de uitkijk, moet je ze nou zien staan? Het kan niet lang meer. Ja, kijk, daar is hij, hoor. Ja, ze komen hierheen. We zijn gered! Maar het zijn piraten. Help, piraten! Krijgen we dat? We dan denken die pieten dat het piraten zijn. Het is gewoon het Kamper Kogge koor. Laten we gauw terug gaan. Ik wil zien hoe dit afloopt. Red je leven! Spring overboord! Zwem voor je leven! We kunnen niet zwemmen! Ik kan ook niet zwemmen! Oké. Piraten. Dag. Jullie mogen de hele boot leeghalen. Als jullie ons maar niks doen. Wij komen de boot niet leeghalen. We komen hem vullen. Vullen? Ja, met kolen. Kolen? Ja. Echte. Kolen? We zijn gered! Yeah! Alle zakken maar. De zakken van boord. Nee. Nee, niet jullie zakken, de zakken met kolen. Kolen! Ja! En weer eens in de pepernoten. Ja, geweldig, hè? Genoeg zakken met kolen aan boord van de stoomboot. Ja, het kan nu echt niet lang meer duren. Die boot gaat varen richting Kampen en kan elk ogenblik hier zijn. Ik moet Jeroen waarschuwen natuurlijk. Jeroen? Huh? Jeroen, ik heb heel goed nieuws. Het is gelukt, hoor, het plan van de burgemeester. De kolen zijn van de Kamper Kogge zijn bij de stoomboot, zijn overgeladen. De boot is onderweg, dus zie hem maar daar. Dat is geweldig nieuws. Ik ga het meteen doorgeven aan de mensen en de burgemeester. Het is gelukt. Het schip heeft kolen. De stoomboot is onderweg. Jongens en meisjes, de stoomboot is onderweg. De wimpert al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roe. O, lieve Sint-Nicolaas, kom toch weer bij mij. Ik zie hem nog niet. Nee, ze hebben nog steeds niets gezien. Maar het kan echt niet lang meer duren, hoor. De kolen zijn op de stoomboot. Ja, zie je wel. Hij vaart nu, hoor, Jeroen. Hij is onderweg. Hij vaart. Hij moet vlakbij zijn. Ja. Kan je al wat zien daar? Nou, eerlijk gezegd zie ik op dit moment nog helemaal niks. Ziet u wat, burgemeester? Ik wil even kijken. Misschien moeten we iets meer naar de rand, hoor. Ik weet het niet. Wacht even, ik zie nog geen mast. Nee, je ziet dan.
heel in de verte. Ik zie wel de koggen weer aan. Echt waar? Ja. Nou, dan kan de stoomboot natuurlijk niet ver. Oh, wacht even. Daar zien we die mast van de koggen. Oh, ik zie hem om de hoek komen. Ja, hij is nu echt onderweg. Dan moet de stoomboot er vlakbij zitten. Dan kan de stoomboot niet ver weg zijn. Jongens en meisjes, de stoomboot van Sinterklaas. Over enkele minuten gaat hij hier toch echt aanmeren. En dan is Sinterklaas in het land. Nu nog niet. Maar zometeen wel. Even kijken hoor. Want ik moet nu toch echt... Ja, u zegt wel dat die stoomboot er achteraan komt, maar... Ik heb het eigenlijk nog niet gezien. Nee, maar hij is echt aan het varen, hoor. Ja, heb je... Oké, okay, ja, daar komt de boot. Jongens, het is toch iedere keer maar weer zo ongelooflijk opwindend, hè? Je zit toch maar te wachten en dan ineens, dan is het zover. Dan komt de stoomboot vanuit Spanje over de Noordzee, de rivier opgevaren. En dan is Sinterklaas in het land. Bent u ook zo zenuwachtig, burgemeester? Ja, dat is wel heel spannend natuurlijk. Het kan nu maar een paar minuten duren en dan is hij er. Is hij er ook echt? Ja, u bent natuurlijk bestuurder, dus u moet in alle omstandigheden kalm blijven en de crisis bezweren en zo. Maar ik vind het mooi. Ja, maar Sinterklaas komt ook niet iedere dag binnen. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Dat is toch wel iets heel bijzonders. Kijk, voor Sinterklaas is het misschien niet bijzonder. Het is voor een bisschop is het een hele kleine stap. Die stap op de kade. Maar voor de kinderen in het land, en voor mij trouwens ook, is het een reuzensprong. De Sint na een jaar wachten... Is weer in het land. Nou, nu hebben we echt... Ja. Sinterklaas, wat een hoofdpiet. Wat heerlijk. Nederland begint steeds meer op Spanje te lijken. Wat het weer betreft. Ja, wat het weer. Ongelooflijk. Hey, wist u trouwens dat er over de hele wereld Nederlandse kinderen zitten te kijken? Is het waar? Ja, ze kijken overal. Echt ze zitten waar? In Brazilië, in Canada, in Amerika. Nou, in... dag, kinderen over zee. Welke... Dag, vanuit Kampen de hartelijke groeten. Ze kijken overal. En in het boek staan de Nederlandse kinderen allemaal. Ja, ze staan erin. Kijk eens even. Controleren. Johannes uit Weesp staat erin. Ja. Lisa en Joey uit Opdam met een been. Oh, ik zie Indy staat erin en een Tova. Uit Bloemendaal, ja hoor. En vlak erbij uit Haarlem, Sahan en Mohammed staat erin. Goed zo. En er staat erin uit Amsterdam in Bart. Ja, Bart, ja, daar moeten we goed aandacht aan besteden. En ik zie Robin uit Muiderberg. Die staat er gelukkig in. Ja. Abdul uit Arnhem. Ja. Daar in de buurt zitten ook Cas en Sim. Ja, hoor. Oh, die zijn van Stef. Ja, en Lennart en Justus, staan die erin? Jazeker, ja, die staan er ook in. Die zijn hier. Ja, wel, zie je wel. Net als Anna en Elias en Breukelen. Ja. Oh, mooi. Oh ja, Jan van der Rondweg. Ja, een kusje voor die niet op. Niet vergeten. En Landsmeers Luna, en Miral en Timor uit Amsterdam. En Ikram en Josra uit Huizen. Uit Huizen? Ja. Oh, dat is een heel mooi dorp in Oost-Groningen. Uit Huizen, ja. Dat ligt er bij Groningen rechtsaf. Nee. Huizen, daar komen ze uit. Uit Huizen, ja. Dat zeg ik toch. Is goed, hoofdje. Drie huizen. Kijk, daar eens eventjes, daar staan ze. Een Hans en nog een Hans. Mooi. Ja, een heleboel. Maar ook een Dennis, hoor. Ja, wel, ik zie hem. Oh, en daar die ballonnen, zie je dat? Mooi. Hallo. Annemieke staat er. We hebben weer een flinke vaart erin, hè? Zijnep staat er. Ja, oh, we gaan zo hard zijn. Kom toch. Ja, het leek even een probleempje, maar het was uiteindelijk geen probleempje. Ja. Daar staan ze. Oh. Hallo. Wat is het een mooi gezicht, hè? Kijk, de zon is nu helemaal doorgebroken. Dat kan niet anders, dat is voor Sinterklaas. Geweldige beelden, krijg je echt kippenvel van. Altijd weer als ik hem zie, voor de eerste keer. Op de boot, vlakbij. Hij nadert nu de kade. Hij is vlak bij je hoor, als het goed is. Lange mensen. Weet u al wat u zo meteen tegen Sinterklaas gaat zeggen? Ja, ik ga hem uiteraard hartelijk welkom heten op Kampergrond. Ja. Even kijken, ik zie Sinterklaas zelf nog niet. Ik zie wel 1, 2, 3, nou ik schat een stuk of 60. Pieter, dan moet je voorstellen, die hele boot die is tot aan de mast toegevuld met cadeautjes. Voor alle kinderen in het land minstens één cadeautje. Weet u, wat heeft u op uw ranglijstje gezet? Nou, ik heb er eigenlijk nog niet aan gedacht, maar ik heb nog even tot 15 zijn. Aftershave? Sigaren? Sigaren, ja, uit Kampen. Jongens, daar is hij. Kijk nou toch. Oh, daar is Sinterklaas. Hij stond gewoon de hele tijd natuurlijk voorop. Sinterklaas is in het land en alle Pieten zijn er. Hallo, jongens, wat ongelooflijk geweldig dat jullie er zijn. Ik ga even alvast meelopen naar de loopplank.
Kijk nou toch eens al die pieten en die cadeautjes, die liggen op het dek opgestapeld. Ik vind dit toch wel in één woord ongelooflijk geweldig. Hij is er echt. Sinterklaas is in het land. De pieten staan nu in gereedheid om de loopplank uit te leggen waarover de Sint zometeen zijn eerste schreden op Nederlandse bodem zal gaan zetten. Het contact tussen de stoomboot uit Spanje en de Kampenerkade, het is nog een kwestie van millimeters, is nu gelegd. Het schip ligt aan de wal. De pieten staan stijf van de adrenaline. Die willen het land in om de daken op te klimmen en de cadeautjes door de schoorstenen te gooien. Maar eerst komt de loopplank en, jawel, de loopplank ligt er. Sinterklaas kan nu daadwerkelijk vanuit zijn stoomboot ons land binnenkomen. Spanning is te snijden. Alles is in gereedheid. Pieten staan klaar. Cadeautjes. De mensen van de zevenkennis. Sinterklaas is nog even uit het zicht. Ik zie, ja, daar komt nu om de hoek. Ik zie in ieder geval zijn staf. Ja, daar is Sinterklaas. Je moet een beetje uitkijken met zijn meid voor die staan. We gaan op het schip. Jawel. De Sint zet nu zijn eerste voet op de loopplank. Zijn tweede voet. Het is nog een kwestie van anderhalve meter voordat Sint-Nicolaas in ons land is. Dag Sint-Nicolaas, wat geweldig dat u er bent. Hartelijk welkom in Nederland, hartelijk welkom in Kampen. Ja, eigenlijk moet ik jullie welkom heten, maar dat moet natuurlijk de burgemeester. Ja, daar is de burgemeester. Aan de burgemeester van Kampen. Burgemeester, mag ik u voorstellen? Hallo allemaal. Burgemeester, dit is Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas, dit is de burgemeester. Ach, burgemeester. Sinterklaas, wat ontzettend fijn dat u toch nog in Kampen aangekomen bent. Ja, maar natuurlijk. Wij hadden wat vertraging. Maar dankzij uw kamperkoggenschip is het toch allemaal in orde gekomen, hoor. Het is geweldig dat u er bent. Maar zullen we nu maar geen al te zware officiële toespraken gaan houden? Er wachten zoveel kinderen op u. Ja. En misschien is het beter dat u eerst aandacht aan de kinderen geeft. In het centrum. Daar ontmoet ik u weer. En dan gaan we daar de officiële ontvangst op. Nou, dat we dan nog uitgebreid met elkaar gaan spreken. Lijkt me geweldig. Het mooi. Huispiet, waar zijn de andere pieten? De Sinterklaas die komen eraan. Die komen allemaal van boord. Als ze tenminste een veer op hun muts hebben. Ja. Hoe bedoel je een veer met muts hebben? Wat maakt dat uit? Heb jij een veer? Ik heb er heel hard voor gewerkt. Vrij behoorlijk veer, heel goed. Dus even kijken, heb jij een veer? Nee, je hebt geen veer. Hey, ga eens even weg. Terug. Even wachten. Terug. Dus even kijken. Veer. Hele goede veer. Yes. Ga maar door. Je hebt geen veer. Terug. Ga maar terug. Nee, dat kunnen we niet hebben. Wacht. Allemaal even aan boord blijven. Mooi, even. Nee, we gaan direct horen. Ik zie het paardje al staan. Dus dat Sinterklaas, goed. We hebben het allemaal onder controle. Ja. We zijn al met z'n vieren. Ja, dus we verdelen dat noord, oost, zuid en west. En dat telt ook veel makkelijker. Ja, nee, maar luister nou even. We hebben al die pieten toch nodig? We kunnen ze goed gebruiken. Laten ze toch aan wal komen. Nee, dat is niet zo verstandig, Sinterklaas. Want die pieten hebben nog geen veer. Nee, die hebben geen veer. Dus die hebben nog geen enkele ervaring. Die kunnen eigenlijk nog niks. Nee, die laten we aan boord, want die moeten nog heel veel leren. Die moeten nog leren? Maar leren doe je in de praktijk. Dat leren ze in Kampen en de rest van Nederland. Juist! Kom allemaal maar aan wal. Het is allemaal goed. Kom maar. We gaan de stad in, vrienden. Kampen, we komen eraan. Naar het paard. Ja, dankjewel, zeg. Ach, daar zijn we weer. Fijn. Hallo. Nou, daar gaat de Sint. Ja, hallo, wat fijn. Dag, Sint-Nicolaas. Ja, goed, toch gelukt? Hallo. Goh, jongen, wat was dat spannend. Hey, hallo, fijn dat jij er bent.
Hallo, mijn lieve Koon. Ja. We gaan er weer een mooie dag Hallo. Van maken, wat jij. Hi. Opstijgen maar. Nou, dan gaat de intocht echt beginnen, hoor. Sinterklaas gaat op Americo. Ja. Okay. Zijn paardje staat al trouw op hem te wachten. Daar gaat hij, hoor. Hé, jongens, wat heerlijk en wat een prachtige beelden. En Sinterklaas heeft inderdaad gelijk, hoor. Hoe meer pieten, hoe meer vreugde. We kunnen ze allemaal gebruiken. Die pieten, we gaan dus rustig de stoep volgen. Die gaan nu heel mooi langs de IJsselkade. Sinterklaas voorop op Americo en alle pieten. En natuurlijk alle kinderen daar achteraan. We gaan even heerlijk genieten van alle beelden. Wij genieten en zo te zien geniet Sinterklaas ook verschrikkelijk. Hij is volgens mij heel blij weer in Nederland te zijn. Dat merk je aan alles. Geniet je een beetje. Oh, kijk eens een paraplu met mij. Wat heerlijk. En kijk, het valt ook best mee met die pieten zonder veer. Kijk, dit is er een en die kan heel goed zo'n kar met cadeautjes trekken, zo te zien. Kijk daar achter. Nou, daar net. Ja, daar heb je hem. Nou, Piet zonder veer die er best wat van kan, vind ik. Als je al pakjes op een wagen weg kan brengen, dan ben je al een heel end. Bij zich voor Amerito. Wat hebben Piet? Ja, maar als ik dit allemaal opeet, word ik hartstikke misselijk. Opeet? Ja. Gaat het toch niet zelf opeten? Sukkel, die moet je uitdelen. Hier, ik doe het je even voor. En maar hier. Kijk maar allemaal. Moet je uitdelen. Kijk, uitdelen. En strooien los uit de pols. Begrijp je dat? Zonde. Zonde. Jezus, bewaar.
Ja, toch is het de enige manier waarop ze het moeten leren, die Pieter zonder veer. Gewoon voordoen, ze mee laten doen. Ik heb het naar mijn zin. Dan komt het allemaal goed. Jij ook, hè? Wat staat het daar voor, hè, langs de kade? Want we gaan nog steeds langs het water. Je ziet ook de boten nog op de achtergrond. We gaan straks pas echt de stad verder in, de oude stad verder in. Want ze willen allemaal wel een Piet een hand geven. En het liefst natuurlijk nog Sinterklaas. Maar ja, de meesten kunnen er niet bij. Hij zit zo hoog op zijn paard. Maar dat komt allemaal later wel. Wat een vrolijke gezicht en een hoop kleine Pietjes en kleine Sinterklaasjes. Zie je er ook tussen? Kom even. Ik zal hem even aanwijzen. Meneer, dat is Hans. Ja, oh. Dat is Hans. Dat is Hans Brinker. En het jongetje daar, die heet ook Hans. Oh. Kamp is een echte Hansenstad. Oh. Barst ervan. Ja hoor, kijk, er nog één. Allemaal Hansen. Oh. Dat leer je wel. Dat boeit allemaal. Hoi, dag Hansen. Hey, dag. Op goed. Hoi. Hoi, snel nu, foto. Hier. Tot ziens, hoi. Hey, dag. Grote man. Hoi. Binnenkort bestaan ze niet meer. Net of we er niet thuis zijn gekomen, voelt het. Zo fijn om weer terug te zijn. Sint, onze schoenen staan hier. Alsof Sinterklaas dat niet zou weten, zeg. Maar ja, ik kan het altijd nog eens extra proberen. Ik weet niet of hij het in de gaten heeft. Het is wel een knappe Piet, maar ja, het is ook wel een Piet met een veren. Die kan hem goed jongleren. Sinterklaas komt langzamerhand in de buurt van de plantage. En dan gaat hij verder de oude stad Kampen in. Kijk eens, kushandjes zelfs. Hoop Pieter zonder veer zie ik wel langs het hek staan. Hier de acrobaten Pieter. Hallo allemaal. Hallo. Het is mooi. Doe mij een kooitje. Het lieve, hij noemt Amerika altijd Kootje. Toetelnaampje voor het paard. Je hebt een geldje op straat? Ja. Het zijn niet allemaal vrolijke gezichten. Sommige kinderen vinden het toch altijd maar wel een beetje spannend als hij ineens zo heel dichtbij is, Sinterklaas en al die Pieten. En sommigen zitten volgens mij nog ver in dromenland, als je die oogjes zo ziet.
begeleid door een kamper muziekkorps, wordt de stoet begeleid de stad in. We zijn nu echt van de kade af. De IJssel ligt achter ons. Oh kijk, Sinterklaas die gaat nu even kijken, want volgens mij is er een optreden hier speciaal voor hem. Kijk nou eens, hij is zelfs van het paard af. Hij stijgt af, Sinterklaas. Dank om even heel goed naar het optreden te kijken. Oh, even kijken. Pas even goed op paarden. Geweldig, Sinterklaas. Oh, wat is het hier mooi. Oh, een stoomboot. Een stoomboot. Je bent helemaal beleefd. Een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh, hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. Dat zijn de broeders Kool. Ja, kijk. Ja, kijk, dat is aan. Ga nou toch eens mee. Dit nee, dat hoeft niet. Kijk eens hoeveel Piet er wel niet op letten. Ga er. Dat is aankomt. Zij passen wel even op. Ze passen wel even op. Bedankt even, Sinterklaas. Ik sla deze even over, als u het erg vindt. Ja, jij meedoet. Ja, precies. Begint nu toch? Zet hem zo. Nee. Acrobatengym. Acrobatengym, ja. Maar wat dat nou met de gebroeders Kool te maken heeft? Jij bent zwart. De gebroeders Kool. Misschien is het de AK-gym. Kijk, wat krijgen we nou? Wat zie ik nou? We zijn zo weg. Daar gaat een Piet zonder veer zomaar op Amerika zitten. Dat is wel brutaal, zeg. Die heeft geen idee dat dat niet mag. En wat, twee? Gaan ze met z'n tweeën op Amerika? Dat moet Sinterklaas weten. Hoe kan ik dat nou Sinterklaas laten weten? Hij kan me natuurlijk niet horen. Niemand kan me horen. Dat is wel heel lastig. Nou ja. Moet je ze nou zien zitten? En niemand heeft wat in de gaten, lijkt het wel. Twee Pieten zonder veer op Amerika. Hoe durven ze, zeg? Wat krijgen we nou? Het lijkt wel alsof ze er vandoor gaan. Hey jongens. Hey. Ja, en niemand hoort mij natuurlijk. Hey Piet. Ja, ze gaan er gewoon vandoor, joh, met Amerika. En Sinterklaas die staat er met zijn rug naartoe. Die ziet helemaal niks. Heeft nou niemand wat in de gaten? Ja, hoe moet ik nou? En hoe moet Sinterklaas nu verder? Hij heeft geen paard meer. Ja. Kijk, dan kan je dus zo met het paard, kan je dus, als je acrobatiek kan, dan kan je dus met het paard. Paard is weg. Paard, Sinterklaas, zeg het paard! Rustig. Geen paniek, er is niks aan. Paard, Sinterklaas, zeg. Rustig. Hoofdpiet. Ja, er is een klein probleem. Kleine probleempjes zijn om opgelost te worden, Piet. Ga maar wel snel even, want we moeten door. Ja. Paard, Sinterklaas, weg. Ja. Dat is geen klein probleem. Nee. Dat is een groot probleem. Ja. Gaan we even halen? Ja. Halen! Maar waar vandaan? Van waar die is? Maakt niet uit waar vandaan. Ja. Ga het paard halen. Die kant op. Of die kant, waar die is. Ja, ga maar. Ik vorm deze
Hoppakee. Ik heb een fiets gevorderd. Ik ga naar de paarden zijn, hè. Ik moet naar de paarden, mensen. Geen paniek, ik moet naar de paarden. De paarden is weg. Het paard van Sinterklaas is weg. Mensen, geen paniek. Het paard van oude volksdansen hier, hè. Zulke leuke dingen heb ik zelden gezien. Nou, weet je wat? We gaan weer. Goed. Ja, nu heb je de poppen aan het dansen, hè? Hofpiet. Sinterklaas. Waar is het paard? Het paard moet omlopen, Sinterklaas. Het is daar verderop wat smal. Dus Amerigo neemt een andere route. Hoe bedoel je? Bedacht. Maar hoe moet ik dan? Nou, dan gaat u nu een acht. Nou, weet u wat? U kunt wel even mijn rug op. Nou, dan ga ik geloof ik nog liever lopen. Dat mag ook. Dan gaan we gewoon te voet verder. Het paard komt in orde, Sinterklaas. Dat is zo fijn. Ja. Klaas, ja, Klaas, hier. Piet. Hoi, Piet. Ja. Een beetje... Ja. Paard van Sinterklaas is even weg. Nee. Hij mag het niet weten. Hij weet er niks van. Nee. Hij zwaait en hij vermaakt zich. Maar jullie gaan even het paard zoeken. Witte zoeken? Witte schimmel. Witte schimmel doe je me een heel groot plezier mee. Wie? Sinterklaas. Het boek. Oh, het boek was zo. Dit was nooit. Dit was nooit. Help. Zoek een schimmel te vinden. Heeft iemand een paard gezien? Hoi. Hebben we. Ja, het zit hierin. Leuk, hè? Nou, vooruit. Eentje dan. Geef die hand even door. Nou, Sinterklaas die geniet. Hij gaat gewoon te voet verder. Heeft niks in de gaten, lijkt het wel. Maar gelukkig dat de Pieten er nou mee bezig zijn. Ze weten het tenminste. Een rare Piet is dus achter Americo aan. Maar we weten niet waar Americo is. Oh, wacht. Ik krijg iets door. Het paard is gezien met de Pieten zonder veer. Ergens hier in Kampen. We gaan even kijken. Waar is dit nou? Ik heb geen idee. Ja hoor, kijk, daar heb je ze. Twee Pieten op Americo kan er niet over uit. Het is een krankzinnig gezicht. Waar zou dit nou zijn? Het moet ergens ver weg van de intocht zijn, want het is zo stil. Oh, wacht, dit lijkt de Sint-Nicolaaskerk wel. Ja, dat is ook niet zo gek. Daar gaat Americo natuurlijk naartoe, naar de Sint-Nicolaaskerk. En nu de poort door. Oh jee, dat is een stadspoort. Ze gaan de stad uit, ben ik bang. Ja, en Sinterklaas die heeft niks in de gaten. Kijk nou eens, heerlijk. Die loopt gewoon de optocht te doen, te voet. Laten we maar even volgen, kijken wat er gebeurt. Politie! Politie! U moet me helpen, politie! U moet me helpen! Het is paniek! Ik zoek een. Zo'n groot wit met behoeven en. Paard! Een paard! Een paard! Paard, ja! Paard? Een groot wit paard! Ik zoek. Paard. De politie heeft het paard van Sinterklaas! De politie is het paard van Sinterklaas! Het is een politiepaard! Politiepaard, tuurlijk! Ja. Ja. Tuurlijk heeft de politie ook een wit paard. Ja. Maar ik zoek het witte paard van Sinterklaas. Ja, misschien die kant op. Ja, misschien die kant op. Ik weet het niet meer. Ik pak het straks uit. Vind je het goed? Ja. Oh ja. Ook mooi. Hoi. Ja, dit loopt even om. Ik heb het gemaakt over het paard. Ik heb gezegd dat het even omloopt. Sinterklaas.
wacht eens eventjes. Wat is dit voor onzin? Het is een ingepakt cadeautje. Ik kan er niet mee gaan gooien. Die hoort in de schoen van Hans Brinker. Een kamper, jongetje. Hier. Doe hem eventjes netjes tussen de cadeautjes. Zo, voorzichtig. En pas jij. Wat zijn er trouwens voor cadeautjes? Die ga ik naar alle basisscholen brengen. Alle basisscholen? Alle basisscholen. Dus dat mag goed gaan. Dat ook niet, hoor. Hoi! Basisscholen. Zo'n karretje. Dingen. Mooi! Leuk applausje, Piet! Oh, ik geniet! Ja! Bijna dan. Jij krijgt een handje. Hallo. Dan ben je groot geworden. Leuk. Is dat voor mij? Ja, Sinterklaas, ja. Nee. Ja. Nee hoor. Hallo. Hey. Hallo. Een beetje doorlopen. Ja, ja. Het is eigenlijk geweldig dat Sinterklaas ook een stukje loopt door Kampen. Dat vinden de kinderen, vinden alle mensen geweldig. En Sinterklaas zelf ook. En die zit nog veel dichterbij natuurlijk. Maar ja, ik hoop wel dat ze Amerika weten te vinden. Want dit kan ook niet eindeloos zo duren. Je kan Sinterklaas niet de hele intocht te voet laten doen. Dan gaat het weer te hard. Dan gaat het weer te hard. Het Holland stilstaan. Van Sinterklaas is even weg, toch? Eventjes maar. Ja, eventjes. Maar we mogen even lenen. Uw paard lenen. Alsjeblieft even lenen. We zullen heel erg lief voor hem zijn. En ik heb een wortel meegebracht. Het is een hele lieve. Voor het paard. En vanaf nu eet hij dan Americo. Is dat niet zo erg, toch? Dat mag toch hier. Hij vindt de wortels ook lekker. Spaanse wortels zijn heel gezond. En biologisch geteeld. Oh. En echt heel gezond voor het milieu ook. Ik denk dat Sinterklaas het net zo lief vindt als Amerika. Hij is heel lief, schat. Hij is ontzettend lief, paard. Hier, hij heeft heel kleine hapjes. Het is een marsepeinenwortel. Nee hoor. Ah, is wel heel lief. Dag paard. Ga je met ons mee? Mag Sinterklaas op jou zitten? Ja, eventjes. Misschien mag je wel blijven bij Sinterklaas. Nee. Het zal mij benieuwen of dat gebeurt hoor. Sinterklaas op een politiepaard, dat heeft hij toch zo in de gaten. Populair, hè? Het is net de omgekeerde wereld. Bij zo'n intocht dan krijgt Sinterklaas altijd een heleboel cadeautjes van alle kinderen. Allemaal tekeningen en kleine pakjes. Terwijl Sinterklaas juist hier is om aan kinderen cadeautjes te geven. Dat is wel leuk. Doen we één dag tijdens de intocht. Nou, ben benieuwd. De politie heeft dat weer teruggevonden. Dat is een politieagent. Dat politieagent. Ja, daar is hij weer. Hoi. Oh, dit is een appeltje. Goed, zullen we maar
Nog een paardenpieper. Goed zo. Hey, kijk eens even. Hey, eerst even een beetje teugel hebben. Kom nog niet. Oostermaat. Ik zag het laag, hè? Sinterklaas is een mooie veer. Sinterklaas is zo slim. Hij heeft er echt niet door. Ik zal niks zeggen. Ja, hij gaat er gewoon op zitten, hoor, op het politiepaard. Ik vraag me af of Sinterklaas dan niet in de gaten heeft dat dit Ameriko niet is. Maar het lijkt eigenlijk van niet. Ongelooflijk. Het is een beetje eng. Niks aan de hand, er is niks aan de hand. Maar ik ben wel zenuwachtig geworden. Het is ervan. Ook een heel lief paard. Maar het is toch een leuke intocht. Ja, ik geniet wel. Ik vind ze heel erg lief in kampen. Ik vind het wel heel lief goed. Sinterklaas heeft het niet in de gaten, niks zeggen. Jij er ook een? Voor Sinterklaas, denk ik. Niet voor mij, toch? Ah, Kootje, wat fijn dat je er weer bent. Nou. Zo. Ja, Sinterklaas die vervolgt rustig zijn weg op het politiepaard. En wat? We hebben ze gevonden, schijnt het. De Pieten zonder veer en Ameriko. Kijk, ja, daar zijn ze. Nou eens kijken. Even kijken. Goed opletten. Ja, kijken waar ze nou zitten. Ik herken het hier nog niet, hoor. Een speeltuin. Oh, ze zitten in de speeltuin. Maar moet je nou kijken? Ze hebben geen idee. De arme Ameriko. Ze hebben geen idee wat ze hier moeten in Nederland. Gaan ze een beetje spelen in de speeltuin? Nou ja. Als je dit ziet, zal die wel trots zijn op ons. Nou, trots? Dat lijkt me niet. Kijk, Sinterklaas die heeft gewoon niks in de gaten. Die heeft geen idee. En zij spelen een beetje in de speeltuin. Ik kan me niet voorstellen dat Sinterklaas niet in de gaten heeft dat dit Ameriko niet is. Dat voelt toch anders, zo'n ander paard. En hij moet echt Ameriko hebben, want hij moet ook het dak op. En een politiepaard kan veel, maar het dak op, dat is echt te veel. Nee hoor, hij gaat gewoon vrolijk door. Op de Burgwal is hij nu, als het goed is. Daar is hij bijna. Een heel klein smal straatje dat hij niet door moet. En als het goed is, staat bij de deur wel een heel kinderkoor op hem te wachten. Nou ja, gelukkig gaat het feest hier gewoon door. Niemand heeft verder iets in de gaten. Daar ben ik wel blij om. En Sinterklaas dus ook niet, hè? Nee hoor. Dat hele toneelstuk van die Pieten is hier zo ingetrapt. Ik vind het ongelooflijk. Een beetje afstand nemen, meneer Michiel. Hey, ga ik in de hoek. En jij? Nou, kom maar. Kan je lekker wel snoepen nog? Ik moet toch iets doen, hoor. We moeten iets bedenken om Ameriko hier te krijgen. Hallo daar. Wat kan ik nou bedenken? Ach, wat een feest in kampen. Wat een feest in kampen. Hallo. Hoi. Lekker allemaal. Dan moeten wij even luisteren hier. Dit is het kinderkoor, hè? Ja.
naar Sinterklaas op een politiepaard. Hoe krijgen we nou Americo hier? Dat moet toch gewoon lukken, want anders wordt het niks op die daken vannacht. Weet je, ik heb een idee. Jongens, de rare Piet, die is op zoek naar Americo. Die kan ons misschien helpen, maar dan moet ik wel even contact met hem kunnen leggen. Maar hij kan me natuurlijk helemaal niet horen. Dat is een probleem. Hij is... mij niet oh, wacht. Voor de geruite pantoffels. Hij zit in de buurt bij Jeroen. Wacht, nee, Jeroen. Dat niet, maar ja. Jeroen. Geruite pantoffels. Jeroen, die wat je hier. Ja. Hallo. Ja. Hallo. We hebben een probleem. Americo is weg. Ah, dat ben je niet. Ja, en de rare Piet, die staat daar vlakbij jou. Die is op zoek naar Americo. En ik weet inmiddels waar die is. Maar ik moet het hem kunnen zeggen. Dus kan je even je spullen, die telefoon en zo aan de rare Piet geven? Ja? Meneer de burgemeester, ik zie u zo meteen wel op het podium. Moet even... ja, sorry dat ik ertussen kom, hoor. Maar er is haast bij Jeroen. Ik zie u zo meteen. Komt goed. Ja, ja de paard weg. Niet te geloven. Moet je luisteren. Ik moet jou dit geven, want Diebertje die wil jou spreken. Er is een telefoon voor je. Nou, kijken of dit gaat lukken. Je moet hierin luisteren. Oh. Ja, op je hoofd. Duizend. Zo, ja. Articuleren. Ja. Hallo, hallo, rare Piet. Hallo. Dit nou helemaal? Hallo, Diebertje met de rare Piet. Ja, dat zie ik. Lieve rare Piet, luister. Ja. Jij bent op zoek naar Americo en wij weten inmiddels waar die is. Nee. Ja, hij is in de speeltuin. Hij is in de speeltuin? Dus rap naar de speeltuin toe. Ik ga naar de speeltuin toe, Diebertje. Ik ga hem halen. Heel goed. Hij is in de speeltuin. Ja, dat gaat lukken, hoor. Ja. Politieagent. Heel goed. Diebertje, ik zeg net, ik vorder deze auto. Ik ga speciaal voor het Sinterklaasjournaal op zoek naar Americo. Dit was de rare Piet. Doe maar. Op de kade van het zonnig kampen. Mag ik nou eens... Doe maar. We gaan, hè? Ga maar. In die politieauto. Ik stap vindt nu een in de auto. Idee. Dit is de politieauto. We staan nu in de auto. Schumacher. Nou, dit gaat vast lukken. We gaan... Ah, geweldig. Kijk, met sirenes. Hé, Jeroen. Oh, ja. Ja, dat is natuurlijk een probleem. Jeroen, hij heeft zijn spullen meegenomen van Jeroen. Dus hij kan me niet meer horen. Ja, sorry. Komt goed later, Jeroen. We gaan maar even weer terug naar de intocht. Kijken hoe het is met Sinterklaas. Ik zie hier het muziekkorps. Ach, en daarachter Sinterklaas op dat politiepaard. Hij weet nog steeds van niets. Maar volgens mij gaat het goed komen. De rare Piet zit nu achter Americo aan. En die hebben we vast te doen voor de avond. Moet lukken. Want Sinterklaas moet de daken op en dat kan een politiepaard nou eenmaal niet. Dus voor de avond moet Americo terug zijn. Ach, en dit paard lijkt ook wel heel erg op Americo. Het is echt Americo niet. En Sinterklaas heeft het niet in de gaten, het is onvoorstelbaar. En niemand heeft het verder door. Kijk, hij ook niet. Hij denkt gewoon Sinterklaas op Americo, dat begrijp ik ook wel. Het is ook een wit paard. En toch iets anders. Respect! Hé, jullie staan allemaal in de boek, hoor. Een prachtige intocht, zegt Sinterklaas, maar hij heeft geen idee wat er zich allemaal achter zijn rug afspeelt. Nou, de rare Piet gaat vast redding brengen met de politieauto. Als we die politie toch ook niet hadden. We hebben een paard geleend aan Sinterklaas. Met een auto zitten we achter Americo aan. Helemaal top. Kijk, nou, dat is toch een prachtig beeld, zo'n handkus. Diep uit zijn hart van Sinterklaas voor de kinderen van Nederland. Ja, zou rare Piet al bij Americo zijn? Zou rare Piet al bij Americo zijn? Ik ben, ja,
Diewertje, ik hoor je. Hoor je mij ook, Diewertje? Ja, ik hoor je en ik zie je. Ja, Diewertje, dit is de Rare Piet voor de intocht van Sinterklaas. We zijn nu live in een ontzettende racecoureur politieauto. Ik heb hier een Michael Schumacher politieautocoureur naast mij. Een politieagentencoureur. We zijn bij de speeltuin, want hier schijnen de Zwarte Pieten te zijn. Ik moet nu de auto uit. Ik ga nu de auto uit. We gaan nu de auto uit. Daar zijn de Zwarte Pieten. We gaan nu de speeltuin in. Ik loop op de stenen. Er is hier een bankje. En daar, op de wip, zitten twee Zwarte Pieten zonder veer. En ik ga ze nu vragen, speciaal voor het Sinterklaasjournaal. Piet zonder veer, waar is het paard van Sinterklaas? Daar. Precies, het is daar. Maar ik zie helemaal geen paard. We gaan het aan de andere peelpaar. Andere Piet zonder veer vragen. Ja. Hallo, ja, Piet zonder veer. Ja. Piet zonder veer, zit even stil, alsjeblieft. Ja. Waar is het paard van Sinterklaas? Ik vraag nogmaals, waar is het paard van Sinterklaas? Daar stond hij er nog. Ik zie geen paard van Sinterklaas. Echt waar, Piet. Daarnet stond hij er nog. Ja, nee, jongens. Ja, dit is echt een ramp, hoor. Ik zie ook geen paard van Sinterklaas. Americo is nu echt weg. Die Pieten zonder veer in de speeltuin. En het paard is er gewoon vandoor gegaan. Ze hadden hem niet goed vastgebonden. Dat is verschrikkelijk. Sinterklaas moet het nu verder met een leenpaard doen. En dat wordt niks op de daken vanavond niet. En al die komende avonden. En hier hebben ze niks in de gaten, hoor. Het is hier gewoon een feest. Laten we het gewoon maar meevieren. Kijken wel hoe het afloopt. Ik weet het ook niet meer. Het plein staat vol. Prachtig, hè? Jeugdtheater hier uit Kampen, Ventura en Sinterklaas. Vindt het allemaal even geweldig. Hij geniet gewoon volop. Nicolaas. Nou, ik heb wel enig idee, ja. Nu? Ze stellen ons hier een vraag. Kijk dus even, wie is Nicolaas? Ja, ik weet wel wie dat is, ja, maar... Zullen we even gaan kijken? Nu niet, we hebben tot 1 maart de tijd. Oh, dan wachten we nog even. Wie is Nicolaas? Ik heb wel Sinterklaas, maar wie is Nicolaas? Hallo, Diebertje, kan jij mij horen? Ja, Jeroen, Diebertje. Ja. Ik heb een microfoon gevonden en een oortje. Gelukkig, hè, gelukkig. Nou, hebben we weer contact. Oh, ik kan jou zien ook. Ik zie jou gewoon zie mij? Op een scherm hier in het hele plein. Echt waar? Ja, dus we kunnen nou weer gewoon... Dus niet alleen horen, maar ook zien. Dus horen en zien. Ja, horen en zien vergaan ons, meneer de burgemeester. Zie je mij zwaaien? Ja, ik zie jou zwaaien. Ja, en het orkest komt hier het plein op. Komt hij nou om de hoek, denk je? Of is hij er nog niet? Hij is vlakbij. Oké, daar komt hij al. Ja, hij kunnen komt jullie op de hem hoek. Zien? Ja, we zien hem. We zien hem nu het plein opkomen, op zijn paard. Jongens en meisjes, achter jullie. Zien jullie dat? Daar is hij. Weet u nou wat u gaat zeggen zometeen? Ja hoor, ik denk wel dat ik eruit kom.
Niet zenuwachtig? Ja, natuurlijk. Als je zo hoog bezoek krijgt, dan ben je altijd een beetje zenuwachtig, toch? Ja, nou ja. Ja, zeker. Kijk, daar gaat hij. Op zijn paard. Het zal dan inmiddels Amerigo wel zijn, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet precies hoe dat precies is afgelopen, want ik heb het niet allemaal kunnen volgen. Kijk nou toch eens. Daar is de Sint. We moeten hem verwelkomen natuurlijk, hè? Ja, hij wordt wel begeleid door een agent, hè? Ja, dat is zo. Dat is wel weer waar eigenlijk. Hij wordt door een agent begeleid. Nooit eerder gezien. Nou, even dan. Even dan. Dat hij nog steeds paard rijdt. Ik tel tot 5. Ja, maar hij oefent iedere jaar weer, dus 3, dan hou je het wel vol. 2-1, ik ga eraf. Nou, mooi. Ja, hij komt hier te staan, hoor. Maatje heeft het goed gedaan, hè. Ik weet dat het goed is, Americo. Ik wist het wel. Oh, kijk nou, dank u wel, ja. Meneer agent. Ik had het natuurlijk kunnen weten. Hij wist het al lang, Sinterklaas. Vanaf het moment dat hij erop stapte, wist hij natuurlijk dat het niet Americo was. Wat is het toch een goeierd, hè? Dat weet hij natuurlijk gewoon. Maar ja, daarmee is het probleem niet opgelost. Americo is nog steeds zoek. Naar de burgemeester, jongen. En daar moeten we nog een oplossing voor vinden. Maar wat? Ik weet het even niet. Laten we maar kijken op het podium. Het is hier feest. Kom op. Laten we niet zeuren en nog even het feest meevieren. En dan lossen we de rest straks wel. Jongens en meisjes, Sint-Nicolaas betreedt het podium. Nou, zet hem op, hè. Daar zijn we weer. Wat heerlijk. Fijn dat u er hier weer bent. Wat heerlijk, burgemeester. Misschien tot de muziek ophoudt. Allemaal goed gegaan door de stad. Geweldig. Ik heb nog nooit... Ik ga het u straks allemaal vertellen. Ja. Heerlijk, hè. Hier allemaal. Kijken. Deze of die? Welke microfoon moet de burgemeester eigenlijk nemen? Deze microfoon? Toe, burgemeester. Ja, staat helemaal vol. Ja. En zelfs in de zijstraatje staat het nog. Kijk, ze gaan er vandoor. Ja. Hallo. Ja, gaat u gaan. Ja, Sinterklaas. Burgemeester. Nu hebben we even tijd om u officieel welkom te heten. De kinderen hebben al heel lang gestaan. En de kinderen hebben gezongen en ze hebben zich geweldig gedragen. We zijn ontzettend blij dat u er bent. Deze doet het wel, burgemeester. Denk ik. Dan gaan we het via deze proberen. En we zijn ontzettend blij dat Sinterklaas er is. Ik schrok wel even Sinterklaas toen u aankwam. Met een politieman voorop. Het leek er een beetje op of u werd opgebracht. Maar ik had het natuurlijk beter kunnen weten. Dan moet je iets verkeerd gedaan hebben. En dat doet Sinterklaas nooit. Nee. Maar ik begreep het al. U werd geholpen. En dat is vanzelfsprekend, want... Wij hebben hier eigenlijk het beste politiekorps van Nederland. Ja. Dus die helpen je als je in de moeilijkheden zit. Ik hoop, Sinterklaas, dat het voor u een beetje het gevoel is van thuiskomen. Nou. Want u weet dat wij hier, eeuwen geleden, u was er misschien zelf bij, ik weet niet hoe dat was, onze grootste kerk naar u genoemd hebben. Ja. Wij hebben hier de Sint-Nicolaaskerk. Ja. En met zo'n patroonheilige... Ja, zou het eigenlijk zo moeten zijn dat uw residentie vast in deze stad zou moeten zijn? Oh. Ik heb vandaag gezien dat u veel PZV'ers hebt. Ja. Pieten zonder veer. Ja. Wij zijn heel blij dat u ze toch meegenomen hebt van de boot af. Want nu zijn ze in de stad en ze mogen wat mij betreft hier in de stad allemaal oefenen. Nou, wat mij betreft ook, burgemeester. Ze mogen vanavond beginnen, ja. De daken op... Klimmen en klauteren. Op de lanen in. En dan kunnen ze allemaal het werk. Burgemeester, ik hoop dat u heel prettig heeft. Ik zal het zeer prettig hebben en ik ben u zeer dankbaar voor uw woorden. En ik ben u ook dankbaar dat u eerst het schip gered hebt met de kamperkogger. Dat u vervolgens een paard hebt geleverd. En
Nou ja, alle goede dingen bestaan in drieën. Dus ik hoop dat u nog een goede daad in petto heeft. Het zal u duidelijk zijn dat er, zolang u hier bent bereid, zijn om u verder te helpen. Oh, burgemeester. Hallo? Wellicht hallo, Sinterklaas? Gaan we overwegen om Sinterklaas? Het in ambtelijke taal te zeggen. Hallo, dat, Sinterklaas? Sinterklaas, verstaat u mij? Dit is de Rare Piet voor Sinterklaas. Ja, ik ben even aan het woord met de burgemeester, Rare Piet. Oh, maar ik heb geweldig nieuws, Sinterklaas. Kijkt u eens wat er naast mij staat, Sinterklaas. Het is... Amerigo? Ja! Teruggevonden! Het is hem. Ik heb hem hoogstpersoonlijk de politieagent terug laten vinden. Met hulp van alle kinderen in kampen. Die riepen, daar staat hij, Sinterklaas. Nou. Ik zou zeggen, hyper de piep! Ja! Ik zou zeggen, hyper de piep! Ja! Alsjeblieft, Sinterklaas. Maar burgemeester, dan is dat ongeveer de derde goede daad die u heeft verricht. Maar ze zouden u zo langzamerhand heilig moeten verklaren. Maar even, dat moeten we toch even regelen, Sinterklaas. Dan wordt er misschien ook wel een kerk vernoemd. De Sint-Jan, die is er maar, al. Ja. Jongens, voordat we... Sinterklaas, Rare Piet, waar gaat de politie Amerigo nu naartoe brengen? Want roept jij ook altijd met je lastige vragen? Nou, ja, de politie moet geregeld worden. Ja, maar de politie doet toch wat de politie altijd doet. Mijn grote vriend hier, die brengt hem natuurlijk waar het paard hoort, met als alle verdwenen kindertjes, naar huis. Ja, maar gaat hij dan het paard naar Spanje brengen? Dat is niet handig. Nee, Jeroen. Hij brengt hem naar het huis van Sinterklaas in Nederland, het grote Pietenhuis. Rare Piet. Ja, Sinterklaas. Hoe kom ik daar dan? Ja. Ja, denk daar maar eens over na, burgemeester. Mag ik dan misschien nog een keer een goede daad doen, ja. Sinterklaas? Misschien mag ik u dan het politiepaard aanbieden. Zolang u dat nodig hebt, mag u het gebruiken om mee naar huis te gaan. En dan halen we het morgen wel weer op. Burgemeester, uw goede daden zijn schier onbegrensd. Ik denk dat u vanavond wel uw schoen mag zetten. En de kinderen ook die hier zijn? Iedereen die hier is en die thuis is en de overzeese kinderen. Iedereen mag vanavond zijn schoen zetten. En we kunnen niet overal tegelijk zijn. Maar we doen ons uiterste best met al die PZV's. Grote laars. Oh, Piet. Oh, hij vindt het ook goed als jullie een laars zetten. Nou, Sinterklaas, dat is geweldig nieuws voor alle kinderen in het hele land die kijken. We mogen vanavond onze schoenen zetten. Volgens mij moeten we nu ongelooflijk weer Sinterklaasliedjes gaan zingen. Ja, zingen. In kampen kunnen ze ook mooi zingen, heb ik gehoord. Op het schip al. De kampen kochenkoor. Nou. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons staan en laat je paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kindertjes bij. Zou ik even nog onderbreken, Sinterklaas? Misschien heeft u... Sinterklaas, wat wil ik nog onderbreken? Wij hebben samen met de kinderen een leren jumpen. Voor u, vond u toch zo leuk? Jump, weet je nog hoe dat ging? Je deed goed ook dat jump. Ja, weet u nog waarom die los... Bij u af. U zei, we moeten het aandoen, anders zakt het steeds af. Oh, dat zei ik. Toch? Nou, ik kan het me niet meer herinneren, maar je treft mooi weer. Zouden wij samen met de kinderen even mogen laten zien hoe goed wij hebben leren jumpen? Heel graag. Ja? Ik wil het graag leren, ja. Oké. Okay. Opzij. Willen jullie allemaal even opletten? We gaan even laten zien aan Sinterklaas hoe goed jullie kunnen jumpen, hè? Ja? Jumpen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Zo, zeg, als die muziektenten. Als die muziektenten dat maar houdt. Het ziet er geweldig uit hier beneden. En het kwam allemaal goed. Burgemeester zo, die politie zo, Rare Piet heeft het ook geweldig gedaan. Iedereen heeft goede daden gedaan en Amerigo is terug.
Vanavond hebben we gewone uitzending van het Sinterklaasjournaal om 17:50. Op Nederland 1 dan kan je nog even de hoogtepunten van deze intocht zien en dat zijn er een hoop. Maar dan kunnen we ook meteen zien hoe de politie Americo terugbrengt bij Sinterklaas. En dan zien we meteen ook het grote Pietenhuis. Als het lukt, dan weten we waar Sinterklaas woont hier in Nederland. Gaan we daar beelden van vertonen. En morgenochtend, heel vroeg, om 7:55, dan gaan we nog eens de hele intocht herhalen. Dus als je het allemaal nog een keer wil zien, morgenochtend vroeg 7:55 bij Zep op 3. Nou, het feest hier in Kampen gaat nog wel even door. Het wordt een geweldige tijd in Nederland de komende weken. Het feest in Nederland gaat ook gewoon door, want hij is er weer. Sinterklaas, heerlijk. Tot vanavond, hè? We gaan jumpen! Want er waren 800.000 kinderen op de been om de Sint in te halen. Voor mij! Echt waar? Hebben we er allemaal zin in? Ja! Ik wil er maar mee beginnen dan. Meteen maar eens mee beginnen. Ja! Ja. Geen pepernootje aan de lucht. Lief, hè? Sorry. Hé, hey, hallo, dat nieuwtje. Het begint leuk te worden. Ik kom met je!